In Le Puy-en-Velay heeft Bauke Mollema op deze kant van de boulevard de Bruy zijn ritzege behaald. En vanmiddag om 13:30 gaat hij aan deze kant van die boulevard weer vertrekken in de omgekeerde richting van de weg waar hij zijn laatste winnende meters aflegde, de boulevard Maréchal Fayolle. Gistermiddag waren ze er het village Départ al aan het opzetten. Meer in het blog.